Is het vrolijk uit, wat een vrolijke act. En Olaf, zag je dat voetbaldeeltje erin? Oh, dat zijn slimme rijtjes. Dat is gewoon om een bepaald deel van het publiek of van de jury al een beetje te triggeren. Hoef je mij niet te vertellen, als ik een bal ziet rollen, dan kijk ik uit. Ja. Heb je wel goed opgelet? Wat vond je van het hele, de hele act? Ja, ik vond het elk jaar, dat verbaast me, elk jaar komen we volgens die meiden volgens mij met iets heel creatiefs. Met een vol podium en van alles en nog wat. Dat vond ik nou ook weer zo leuk dat er weer van alles stond en tenten. En vooral van Mara knap, want ik hoorde dat je van de week je arm had gebroken. En, oh, dat hoort niet bij de act. Er zijn zat artiesten die dan het gewoon afzeggen, maar ze staat er gewoon. En dat vind ik helemaal knap. Zo! Want volgens mij had ze ook af en toe nog een beetje pijn. Ik moet even, dat zijn die achtergrondinterviews, hè, kan wel even. Hoe is het gebeurd? Ik was met mijn sneeuwboots was ik op het ijs. Met de sneeuwboots? En toen gleed ik uit. Tch. Erg. Op je arm zeker? Ja. Ja, met zie je. Dat is dat dingetje, weten we allemaal. Wat vond jij ervan? Ik vond het ontzettend leuk, want ik zag One Direction staan. Ik dacht, dat zijn heren, maar jullie hebben je heel mooi, heel stoer gekleed. Echt fantastisch. En zijn jullie niet een beetje moe met dansen en zingen? Nou, volgens mij, ik zie ze niet eigen. Nee. Ja, maar
Dan kijk toch weer naar Olaf. Als je eenmaal bij sportief zit, dan heb je een conditie als een paard. Dat elke act dan lachen ze. Dan kunnen ze met gemak 2, 3, 4 acts doen zonder te hijgen, te puffen of te zweten. Als je op die leeftijd bent wel. Ja, zie je. Geef ze een applaus.